Yo mensen, vandaag gaan we kijken naar de iPhone SE. Wat voor een telefoon is dit, hoor ik je vragen? Dit is de nieuwste iPhone die Apple momenteel heeft. En dit toestel heeft een 4-inch scherm. Wat is nou het 4-inch scherm? Een 4-inch scherm was een scherm dat veel kleiner is dan veel telefoons van de concurrentie. Wie zou nou dit type scherm willen hebben? Mensen met kleine handen. Dus voor iedereen die kleine handen heeft, heeft Apple hier namelijk de oplossing. Het is een zogeheten retina scherm. Dus dat betekent dat het scherm redelijk scherp is. De concurrentie maakt scherpere schermen, maar op dit kleine formaat zit je alsnog prima. En de hele telefoon is gewoon kleiner door het kleinere scherm. Het toestel past makkelijker in je broekzak of in je handtasje. En al met al is het gewoon een super chille telefoon die best klein is. Het design van deze telefoon is vergelijkbaar met het design van de iPhone 5S. Dat betekent dat we niet Apple's nieuwe, beetje rondige design hebben dat we zien op de iPhone 6, 6S en de nieuwe iPads. Maar dat we gewoon een veel hoekiger design hebben. Wat betekent dit voor de dikte van je telefoon? Je telefoon is even dik als een iPhone 5S. Dus ik zou zeggen, wil je weten hoe dik dit toestel is? Ga gewoon naar een telefoonwinkel en kijk even naar hoe dat toestel eruit ziet. We hebben dit jaar 4 kleuren. Je kan dit jaar kiezen uit rosé goud. Dus dat is een beetje dat rozige goud. Je kan kiezen uit space grijs. Dus dat is eigenlijk gewoon grijs. Je kan kiezen uit zilver. En dat is gewoon zilver. En je kan natuurlijk kiezen uit champagne goud. En dat is echt dat goudachtige goud waar we goud in herkennen. Niet roze. Dus om even super snel wat specificaties op te noemen. We hebben een Apple A9 processor. Op dit moment is er niet super veel bekend over deze processor. Het werkgeheugen is ook onbekend, maar ik gok persoonlijk op 2 GB. We hebben een 16 en een 64 GB variant aan opslaggeheugen. Dus ik zou zeggen, als je het geld hebt, koop de 64 variant. Want voor je toekomst is dat gewoon wat mooier. Als je het geld niet hebt, zal je met 16 altijd nogal redelijk tevreden zijn. Om je telefoon te beveiligen hebben we dan ook nog Touch ID. Wat is Touch ID? Dat is gewoon die thuisknop waar je een vingerafdrukscanner in zit. Dit is over het algemeen best veilig en is een van de beste vingerafdrukscanners op de markt. Als we dan gaan kijken naar de camera's op de achterkant, dan hebben we 12 megapixel aan resolutie op de achterkant. En dat is best vet, want dit betekent dat je heel erg scherpe foto's kan maken. Met deze camera kun je ook 4K video's filmen. 4K video's, dat zijn best grote videobestanden, maar dit betekent ook dat je heel veel detail hebt in je video's. Wat is nou eigenlijk 4K? Om het even uit te leggen, de meeste video's die je kijkt op YouTube, dat zijn 1080p video's. En 4K is 4 keer die resolutie, dus dat is echt heel erg scherp. Dan hebben we nu alleen nog maar de prijs over een Apple kennende. Zou deze telefoon een heel erg hoog prijskaartje krijgen, zou je zeggen? Nou, dat valt op zich wel mee. De 16 GB variant is €399 en de 64 GB variant is €499. Het is natuurlijk nog steeds een hele berg geld om uit te geven. En ik bedoel ook echt best een hele berg. Het is gewoon een kleine auto. Maar aan de andere kant, deze iPhone is relatief goedkoop in vergelijking met andere modellen en toestellen van Apple. Dat was het voor deze video. Wil je weten wanneer je deze telefoon kan kopen? Kijk dan in de beschrijving voor een up-to-date datum, maar momenteel wordt 5 maart verwacht. Als je toch bij die beschrijving bent, klik dan direct even op die like-knop. En wil je meer van dit soort video's zien, klik op die abonneerknop. Dat was het voor deze video. Tot de volgende.